Er is veel beroering rondom de wetenschap. Er zijn woke-problemen. Er zijn ontslagen bij universiteiten. Er is veel discussie over plagiaat. Over het gebruik maken van artificiële intelligentie bij het schrijven van wetenschappelijke verhandelingen. Er is veel discussie over de meerwaarde van de kennis, ervaringskennis van niet-wetenschappers. En er is veel sprake van tunnelvisies, zoals de onderzoekers van de Groningse gaswinning volstrekt verdwaalden in een tunnelvisie. Corona bewees de waarde van de wetenschap, volgens professor Levy. Maar tegelijkertijd zegt Toby Green, die de COVID-consensus schreef, dat er veel foute wetenschap is. En dat foute wetenschap de oorzaak was van een paniekreactie bij veel regeringen rondom het SARS-CoV-2-virus. En dat die foute wetenschap leidde tot zeer betwistbare en vaak ook fatale beslissingen. Het is aardig dat Toby Green schrijft over een COVID-consensus, terwijl heel veel wetenschappers gedurende de COVID-periode natuurlijk al wel wisten dat er geen consensus was, maar zich toch maar richten naar het overheersende verhaal. En bovendien hun collega's die dissident waren en die zeiden, nou, er is helemaal geen consensus, gemakkelijk konden afserveren als ondeskundig of zelfs lichtelijk geestelijk gestoord. Professor Marcel Levy heeft ook geschreven dat wetenschap bij uitstek kan bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Dat kan zijn, maar dan hangt het er wel vanaf over welke wetenschap we het hebben en over welke opvatting van wetenschap we hebben. Want waartoe dient eigenlijk wetenschap? Je zou kunnen zeggen dat wetenschap ons helpt om kennis te verwerven over de ons omringende, vaak heel ingewikkelde werkelijkheid. Maar dat kennis verwerven gebeurt niet alleen maar in de wetenschap, dat gebeurt ook in de journalistiek. Dat gebeurt ook aan de keukentafel. Dat gebeurt ook in vogelwerkgroepen. De wetenschap bij die kennisverwerving onderscheidt zich van al die andere mogelijkheden om kennis te verwerven door de wetenschappelijke methode. De weg waarlangs kennis wordt verworven. Het aardige is dat de achtergrond van het woord methode zijn twee Griekse woorden met hodos. Langs de weg. Dus de wetenschappelijke methode is de manier waarop wij kennis verwerven. En het aardige van die wetenschappelijke methode is dat die ons in staat stelt om onze aardige vooronderstellingen voortdurend te toetsen. Onze lievelingstheorieën te ondermijnen. En om een openheid te tonen, zoals Karl Marx aan het einde van dit grote werk, Das Kapital, schrijft hij, ja, maar wat is nu eigenlijk een klasse? En dan sterft hij. Met de wetenschappelijke methode kunnen misschien geen grote maatschappelijke problemen opgelost worden, maar de wetenschappelijke methode bevrijdt ons wel van dat we zoeken naar één oplossing. Dat we voortdurend zoeken naar een consensus, zeg maar één manier om het probleem op te lossen. De wetenschappelijke methode opent ons voor wisselende oplossingen waar we met elkaar over van mening kunnen verschillen, waar we met elkaar over kunnen discussiëren en waarin we ons kunnen laten verrassen door onvoorspelbaarheid en onzekerheid. De wetenschappelijke methode stelt ons in staat om de legitimiteit van kennis te bevragen en te betwisten en erover na te denken hoe kennis en macht met elkaar samenhangen. En hoe kennis ons vaak, in de woorden van Michel Foucault, dwingt tot een soort van regime van de waarheid. Dit is de waarheid en daar horen bepaalde gedragsregels bij. De wetenschappelijke methode geeft ons het vermogen om op een bevrijdende, emancipatoire manier de relatie tussen kennis en macht te ontmaskeren. De gangbare wetenschap heeft een lange tijd een vooral repressieve functie gehad. Wetenschap heeft vrijwel steeds in dienst gestaan van de machten, van de dominante machtssystemen. En ik zou die repressieve functie van de wetenschap graag willen inruilen
voor een emancipatoire functie, voor een bevrijdende functie. En net zoals ik als theoloog behoor tot de school van de bevrijdingstheologie, zou ik als wetenschapper willen behoren tot de school van de bevrijdingswetenschap. Repressieve wetenschap wil controle over de werkelijkheid en wil die zonder tegenspraak uitleggen en verklaren. Bevrijdende wetenschap wil de mogelijkheden van de werkelijkheid vrijmaken. Als het ware bevrijden om tot nieuwe inzichten te komen. En die inzichten vervolgens met elkaar te bespreken als wetenschappers, maar ook in een gezamenlijk leerproces met niet-wetenschappers. Cruciale vraag daarbij is natuurlijk, is de universiteit, zoals we die nu kennen, eigenlijk wel de plek waar dit soort van bevrijdingswetenschap bedreven kan worden? Kan de universiteit een plek zijn voor emanciperende wetenschap? En niet beantwoorden aan het beeld wat de filosoof Seneca ooit beschreef van de toga-dragers. Nou beschreef hij de Romeinse Senaat, maar je zou dat kunnen overdragen op de toga-dragers in een universiteit. En Seneca schrijft daarover: tussen die mensen die in toga gehuld ziet gaan, heerst geen vrede. De een wordt tegen een zacht prijsje ingehuurd om een ander aan zijn eind te helpen. De gelukkigen haten ze en de ongelukkigen minachten ze. Het is eigenlijk net een gladiatorenschool waar men met dezelfde mensen leeft en vecht. Ik vind dat wel een aardige metafoor, de universiteit als een gladiatorenschool. Maar wat er in ieder geval gebeurt is dat universiteiten steeds meer instellingen zijn voor onderwijs in professionele competenties. We leiden vooral professionals op. En we leiden ze op met een beroepsethiek die vooral dient ter rechtvaardiging en behoud van het dominante systeem. In de taal van Nancy Fraser, ik heb haar al eens eerder geciteerd, ze behoort tot een van mijn favorieten, dat prachtige boekje Cannibal Capitalism. De taal van Nancy Fraser, universiteiten leiden vooral op tot dienstbaarheid aan het cannibalistisch kapitalisme. Het is overigens goed om je te realiseren dat dat niet een heel recent verschijnsel is, dat gewoon ineens tijdens de coronacrisis is opgekomen. Al die censuur en het verzet tegen dissidenten. Dat speelt al eerder. Dat proces van het cannibaliseren van de wetenschap begint zeker al in het begin van de 80 jaren, met de komst van de neoliberale variant van het kapitalisme. En ik denk, en dat is misschien enigszins pessimistisch, dat de universiteiten zich voorlopig wel niet uit de greep van dat cannibalisme zullen weten te bevrijden. Maar op een langere termijn ben ik optimistisch. In de loop van de geschiedenis hebben we als wetenschappers en als universiteiten ons steeds weer weten te bevrijden van religieuze, politieke, commerciële kannibalen. En ik denk dat we de kannibalen van het neoliberalisme ook zullen overwinnen.